Volgens de vader van Guy van Sande's stiefdochter is er wel degelijk bezwarend materiaal gevonden bij Van Sande. Dat zegt hij in dag allemaal. Werner Koen bevestigt dat ook telefonisch. Maar voor de camera wil hij liever niet reageren. Zijn advocaat doet dat wel. Iedereen kan zich wel voorstellen wanneer het gaat over een zaak over kinderpornografie, dat dat belastende elementen, belastende foto's ook waren. En uh, dat daar vanzelfsprekend ook blijkbaar productie bij zat. Met andere woorden, foto's die zelf gemaakt zouden zijn. Twee maanden geleden raakte bekend dat Guy van Sande betrokken is in een onderzoek naar kinderporno. Volgens het parquet geeft Van Sande ook toe dat hij een gesloten chatroom bezocht waarin kinderporno gedeeld wordt. Maar er is volgens Koen dus veel meer aan de hand. De jeugdrechter van Antwerpen heeft zijn dochter nu volledig aan hem toevertrouwd. Het kind verblijft niet langer bij haar moeder en Van Sande. Daar zijn denk ik evidente redenen geweest en dat was natuurlijk ook op aangeven van het Openbaar Ministerie. Dus waarschijnlijk had het Openbaar Ministerie daar ook wel zeer gegronde redenen voor om tot een Beslissing te laten komen. Ja. Zijn er dan ook foto's uh, gevonden van het kind? Sta mij toe om daar geen uh, antwoord op te geven. Het gaat uiteindelijk over een zeer jong kind. Ik denk dat we er allemaal begrip voor hebben dat dat uh, niets is dat uh, zomaar kan uitgesmeerd worden. De vader van het kind stelt zich als slachtoffer nu burgerlijke partij. Hij vindt het onbegrijpelijk dat de moeder van zijn kind van Sande nog steeds steunt.